Waar zit die dan, mensen? Het is toch ongelooflijk leuk in het Disney? Joehoe! Leuke dingen, ik doe alleen maar leuke dingen. Leuke dingen, ja alleen maar leuke dingen. Ik doe alleen maar leuke dingen. Goedemorgen. Ik ben inmiddels gearriveerd bij Disneyland Parijs. Nu er geen shows zijn in het Studios Park, ja, loop je hem eigenlijk binnen anderhalf uur, twee uur loop je het hele park door. Inmiddels onderweg naar het hoofdpark, Disneyland zelf. En dat gaat soepel, joh. Het is eigenlijk wel een hele goede tijd om het park nu te bezoeken, hoor. Niet leuk voor Disney, wel leuk voor de mensen. Ja. Nou, ze hebben nu bij de ingang van het hoofdpark echt overal hekken staan. Om het publiek een beetje te begeleiden. Ja, mensen lopen rustig, houden keurig afstand. Ik vind het eigenlijk wel mooi, want je kan een beetje genieten van de tuin om je heen. Hier hetzelfde verhaal, overal hekken, er wordt keurig overal naartoe geleid door het personeel. Ze geven gewoon een nummertje aan en daar mag je in de rij gaan staan. Ja, netjes hoor, ja, het is niet echt heel charmant, maar het houdt wel de mensen uit elkaar. Daar zijn we dan, mensen. Het is zo fijn om weer in Disney te zijn. Weer in Disneyland. Wij zouden er 15 maart heen gaan. Ik en een vriend van mij. Ging helaas natuurlijk niet door, maar het, toen al eigenlijk al dicht ging. En nu ben ik alleen gegaan, maar het is zo'n goed gevoel om hier weer te zijn. Het is gewoon altijd gezellig, altijd vrolijk. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe de sfeer in het hoofdpark vandaag gaat zijn met deze maatregelen. Maar man, wat een dag. We zijn er weer, mensen. Nou, we lopen nu richting Discoveryland. En zoals je kan zien links, de bus Lightyear, die zou in principe weer open moeten zijn gegaan. Maar vanwege corona zijn de werkzaamheden wat uitgelopen. Dus zij is nog dicht. Ik connais votre navet. Quel est le lieu de commande sur toute de Londres? Dan Paris, ik wens je een agréable vol, zo rond. Put your legs in your hands and your hands. Autopia, doe ook eens een rondjes. Nou, er staat bij Space Mountain 20 minuutjes wachttijd. Ja, dat gaan we natuurlijk wel even proberen, mensen. Ook geen single riders, vanwege de maatregelen. Maar 20 minuutjes, dat lijkt mij prima te doen. Ook bij Space Mountain, een spiegeldoolhof. Heerlijk, dat geraas van die karretjes, mensen. De bordjes of de vloertegels of de voetstappen met afstand houden. En dat doen de meeste mensen hier absoluut wel. Space Mountain, beetje ruig, maar wel hartstikke leuke attractie.
Biopolis, restaurantje, snackbar, hebben ze burgertjes en dat soort dingetjes. Vroeger, 100 jaar geleden, toen ik hier was geweest met school een keer, hadden ze hier nog een kleine musical tijdens het eten met allemaal Disney films die ze dan live deden. Vond ik erg mooi en emotioneel. Op het plein bij Star Tours, ja, zoals je om mij heen ziet, heel erg rustig. En er staat 15 minuutjes voor de Star Tours. Ze hebben hier nu alle jaarpashouders, is het vol. Maar ik kon er wel gewoon gisteren een kaartje kopen voor het park. Dus, maar volgens mij zijn ze wel voorbereid op drukkere dagen. Dat zullen ze wel gaan opschalen de komende periode. Star Tours wachttijd was 15 minuutjes, dat klopt wel. Maar ik heb zo'n 3D-bril op. Dus als iemand mij kan vertellen hoe de film eruit ziet, ik heb geen idee. Je ziet geen moer, continu beslagen. Dus nee, geintje, je kan op zich wel wat zien. Maar het is wel lastig, want je moet niet te veel hijgen in dat ding. Dus als je een beetje opgewonden raakt van de attractie, ja, dan zie je geen moer. Brilletje op, mondkapje. Ja, helaas, maar het is wel een mooie film trouwens. Het is wel echt een hele scherpe 3D-film. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van deze attractie. Ik vind hem erg leuk. Als je nu in Disneyland bent en je bent een fan net zoals ik, dan is dit toch wel nu de perfecte tijd om te gaan hoor. Geen garantie hoe het volgende week is, maar het is wel zo rustig en relaxed nu. En ik krijg nog steeds een beetje de sfeer mee ook van de attracties. Dus geintje, we zijn nu bij It's a Small World in de wachtrij. En het lijkt erop alsof je hier gelijk naar binnen kan lopen. Ja, het enige is bij deze attractie, als je hier morgen heen geweest bent, je krijgt het liedje de rest van de week niet meer uit je kop. Maar goed, eigen risico, eigen risico.
snel wilt. Blijft gewoon een grappig ritje. Wat ik al zei, dat liedje krijg je gewoon 3 dagen in een rijtje kop. Het liedje is eigenlijk zo vrolijk dat je er eigenlijk depressief van wordt. Vijf minuutjes wachten is, pak ik Casey Junior hier even mee. Six, thank you, yeah. Thank you. Welcome aboard Casey Jr. Please remain seated in the cars and cages while the train is rolling, and keep your arms and legs inside the train at all times. Sommes-nous prêts, Casey? Attracties van Disneyland natuurlijk. Even mee pakken, Nou, ik moet zeggen, het is wel een charmant baantje hoor, als je zo naar deze attractie gaat. Je moet hem eventjes meepakken, Casey Junior. Het is gewoon een grappig, simpel liedje. Het hoort bij het park. Ik denk dat het voor de kinderen geweldig is. Ja, en de omgeving ziet er mooi uit hoor. Goed onderhouden. Remember to gather up all your belongings and step out carefully to your right. Bienvenue à bord de Casey Junior. Veuillez rester assis dans les wagons à cage pendant que nous roulons et gardez vos bras et vos jambes à l'intérieur du train pendant toute la durée du vol. Casey Junior, toch leuk even mee te pakken hoor. Sfeervol klein achtbaantje voor de kids. En ja, het muziekje is lullig, maar het is gewoon een hartstikke leuke attractie. Ik kan er ook wel van genieten. Alice in Wonderland, Labyrinth. Ook wel erg grappig hoor. Heel vaak doorlopen. Kijk, en daarachter hebben we de mooie kater, kat, poes, whatever. Ja, Peter Pan. Normaal al wat een van de drukkere attracties van het park. Ja, ik kan niet goed inschatten hoe druk het nou is, vanwege al die schotten ertussen. Even kijken. Nou, dat is 25 minuutjes. Dat kunnen we wel doen. Nou, het was maar een minuutje of 10, 15.
net uit de Peter Pan. Ja, wat ik al zei, het is een beetje hetzelfde ritssysteem als de Droomvlucht in de Efteling. Ja, normaal gesproken staat hier echt een enorme lange wachtrij van uur, anderhalf uur, misschien nog wel langer. En ik zat er binnen 10 minuten in. Dus ja, ik vind het ritje grappig, maar ik vind het niet anderhalf uur waard. Wel weer 10 minuutjes. Dus bij deze, wat informatie voor jullie mensen, hè? Nou, we komen nu Adventureland binnen. En uiteraard bij de Pirates of the Caribbean. Toch wel een van mijn favoriete dark rides, hoor. Weer overal van die stickers. Ik denk dat ze een aanbieding hebben, hè, voor 100.000 voor de prijs van 50.000, denk ik. Maar overal toch weer buiten die wachtrij creëren. Het is wel warm, hoor, tussen die schotten in. Maar het is ook 30 graden buiten nu, dus. In de wachtrij bij de Pirates. Het loopt heel erg lekker door. Heb je nog een restaurant zitten?
Kijk nou eens, Trebize. Wat een gezelligheid. Daar staan de mensen. Pirates of the Caribbean. Ja, blijft een sfeervolle attractie hoor. Ze hebben hem vorig jaar of het jaar ervoor hebben ze hem helemaal aangepast. Dan hebben ze nieuwe projecties en aan het einde van de attractie heb je dan de pop van Johnny Depp zelf. En met zijn eigen stem ook, dus dat is wel erg gaaf. De wachtrij van de Pirate was uiteindelijk maar, ik denk ook maar 25-30 minuutjes. Dus dat hebben we prima gedaan. Sommige gedeeltes van het park zijn gewoon echt helemaal verlaten. Zoals Adventure Isle. Ah, blijft wel een heel mooi gebied dit hoor. Matata, dat is wel mijn favoriete restaurant hoor. Hakuna Matata, ja, mijn favoriete restaurant. Ik denk wel wat een lion menu geloof ik. Hè. Dat is een beetje wat farmavlees en veel en vet. Maar hij is dicht vandaag. Balen. Ik heb hier nog de pizza outpost. Outpost. Jones. Een beetje verlaten achter een park altijd. Staat maar 10 minuutjes. Ook in die Indiana Jones wachtrij hebben ze dezelfde soort stickers overal. Er is een tijd geweest dat die Indiana Jones backwards ging, dan hebben ze hem achteruit laten rijden. Dat vond ik ook persoonlijk leuker, want die looping die erin zit is best wel heftig. Voor mij gaat hij nu weer gewoon vooruit. Hij is heel vaak dicht geweest de laatste tijd. Ik heb hem een tijd niet gedaan, dus benieuwd hoe ik hem ga ervaren. Indiana Jones, ruig ritje, schokkend ritje. Ik vind het geen bijzondere achtbaan. Ik vind het een beetje ruig, niet bijzonder. Een mooi boottochtje. Ze laten weinig mensen toe op de boot. En ik vind het altijd een prachtig uitzicht hè, achter mij op de Big Thunder Mountain. Ja, en die mondkapjes, ja, moet wel zeggen. Na een paar uurtjes begint het toch een beetje te zweten en te kriebelen allemaal. Dus ja, het hoort erbij. Hè? Het is een keuze die je gemaakt hebt, maar het is niet het meest comfortabele. Hey.
zelf ben ik nog wel een persoon die in zo'n park de hele dag wil rennen en wil vliegen. En als je dan op zo'n boot zit, dan kom je toch een beetje tot rust. Dan word je een soort van gedwongen om even rustig te worden. En dat is wel een beetje goed voor mij. Dank u. We zijn nog geen 2 minuten van die kade af. Ik ben er al klaar mee, mensen. Het gaat mij te langzaam. Goedemiddag. Schrik mij helemaal, ik leren. Nu naar de Phantom Manor. Staat dat er een wachtrij staat van 35 minuutjes. Ik ga het op de minuut gaan tellen of dat klopt. Maar ja, we hebben het ervoor over. Hij is natuurlijk een beetje opgeknapt. Vorig jaar is hij weer geopend. Leuke nieuwe effecten ook. Een beetje hetzelfde als de Pirates, hè? Is ook een beetje een moderne look gegeven. Dus ja, Phantom Manor, mensen. Het leven is geen feest als je niet in Disney bent geweest. Mooi. Nou, ook hier weer een mooi spiegeldoel opgebouwd. En uiteraard weer de mooie voetstapjes op de grond. Hey,
miners were told about digging too fast. They lost all their gold in a dynamite blast. Knaller mensen, wat een knaller. Ja, dit is het, het kerkhof van de Phantom Manor. Wat een spooky gebeuren hier mensen. Gaan we even hier het hoogje op. En dan zien we hier... Mooie details, hè? Oh, wat leuk om even hierheen te lopen. Ik zie toch al die de extra effort die ze erin steekt. Nou, de Phantom Manor. Mooie effecten erbij. Blijft een leuke rit hoor. En nogmaals, je komt binnen. Het eerste gebouwtje wordt allemaal ingedeeld in plekken. Dan denk je, oké, die voorshow gaat hier door. Gaan ze toch allemaal door. Kijk, komt de Molly Brown eventjes voorbij. Misschien zwaaien ze nog even gezellig. Maar ja, dan ga je toch op die lift in. Dan is het toch die show. En dat is wel een beetje het oponthoud van de wachtrij natuurlijk. Want als je dan op een gegeven moment binnen uit de lift stapt. En de capaciteit van de attractie is mondkapje mensen. Maar de capaciteit van de attractie is natuurlijk heel erg groot. Maar die wordt natuurlijk tegengehouden nu. Door die lift waar maar een kwart van de mensen in kan. Maar blijft een leuke sfeervolle rit. De Phantom Manor, dames en heren. En gaat dat mondkapje weer. Klote zooi.